Net als de vorige video gaat ook deze video over de buitenlandse politiek van Hitler. En is hij, zoals je rechtsboven ook ziet staan, alleen bedoeld voor gemengd en theoretisch. Die krijgen dit ook op hun examen. Ja, we gaan dus verder waar die vorige video gestopt is. He, Hitler werd steeds agressiever naar het buitenland toe. Die, die, die wilde Duitsland steeds verder uitbreiden. He, die wilde levensruim creëren voor uh, de Duitse bevolking. En die wilde dus dat er allerlei volkeren heim ins reich kwamen. Nou ja, en wat was eigenlijk de reactie van andere landen erop? Nou ja, de Britten, hè, dat waren de grote tegenstanders eigenlijk van, van de Duitsers, die reageerden erop met de zogenaamde appeasement-politiek. En het doel van die appeasementpolitiek politiek was het voorkomen van oorlog. Hè? Want uh, ga maar even na: die Eerste Wereldoorlog, ja, die, die, die was nog niet eens twintig jaar geleden. Daar hadden de Britten en de rest van Europa ook zwaar geleden. En daarom wilden ze kosten wat kost een nieuwe oorlog voorkomen. En hoe deden ze dat dan? Wat was het middel daarvoor? Toegeven aan de eisen van Hitler. Iedere keer als Hitler iets deed. dan, ja, dan stonden ze dat toch maar toe. Uh, als Hitler dan in ieder geval maar beloofde. dat hij daarna op zou houden. En dat is eigenlijk ook wat je hier op die spotprint. hieronder ziet staan. Dit is uh, commentaar, kritiek eigenlijk ook op die appeasementpolitiek. Je ziet er allemaal nationaal-socialistische draken staan. Hè, met die hakenkruisen erop. en de appeaser die staat er in het midden. met die lollies. en die zegt: oké okay, jongens, één lolly nog. en dan ga je wel naar huis toe. Hè. net alsof je met uh, zo'n simpele lolly uh, zo'n gevaarlijke draak weg kunt krijgen, weet je wel. Dus die, die, die tekenaar die zegt eigenlijk ook al van ja, of je nou lollies blijft geven die Hitler of niet, hij blijft een gevaar, hij blijft een draak die uh, constant door zal blijven gaan. Dus die tekenaar die had er in ieder geval niet veel vertrouwen in dat hij appeasementpolitiek politiek zou slagen. Maar goed, Hitler deed steeds iets en uh, dat mocht hij ook steeds en het bleef in ieder geval vrede in Europa. En het moment van die appeasementpolitiek is de zogenaamde conferentie van München die in 1938 wordt gehouden. En die ging over Sudetenland. En Sudetenland heb ik in een eerdere video ook al kort genoemd, hè, toen het ging over Heiminsreich. Uh, dat is een stuk van Tsjechoslowakije. Eigenlijk de, de vier gebieden die je hier op dit kaartje ziet staan, die daar uh, geel-bruin gekleurd zijn. Ja, en daar woonden zo'n 3 miljoen Volksduitsers, zoals Hitler dat noemde. 3 miljoen Duitsstalige mensen. En Hitler vond dat die mensen weer Heiminsreich moesten komen. Dat hij dus weer bij Duitsland opgenomen, in Duitsland opgenomen moesten worden en Sudetenland moest dus bij Duitsland komen, nou ja, en dat was de kwestie die er op het spel stond bij die conferentie van München: moet Sudetenland wel of niet bij Duitsland komen. Nou, en daar werden allerlei uh, regeringsleiders voor uitgenodigd, van Duitsland, Italië, Frankrijk en Groot-Brittannië. Dus Hitler was er, en Mussolini was er uit Italië, en nou, dus de Fransen en de Britten ook. Maar opvallend genoeg, de Tsjechen-Slovaken dus niet. Die mochten niet meebeslissen. Een ander land dat er niet bij was, dat was uh, de Sovjet-Unie. Stalin, de leider, die mocht er niet bij zijn, die vond dat helemaal niks. Uh, maar goed, uiteindelijk is de uitkomst van die conferentie van München, dat Hitler Sudetenland Mag innemen als hij belooft om de rest van Tsjechoslowakije niet in te nemen. Oftewel, Hitler, hier heb je nog één keer een lolly, namelijk Sudetenland. En nu ben je braaf toch, nu ga je toch weer naar huis toe. Ja, en dat werd dus ook echt gevierd hè. in Groot-Brittannië, Chamberlain de, die, die, die komt terug uit München en die, die, die houdt meteen een toespraak uh, als hij landt op Britse bodem en die zegt ik heb voor peace in our time gezorgd, hè. ik heb de vrede bewaard, dus dit is een overwinning. En de critici zeggen dus van ja zie je Hitler gaat steeds een stap verder en hij blijft steeds een stap verder gaan. Maar Stalin van de Sovjet-Unie was dus niet uitgenodigd om deel te nemen aan die conferentie. En die besluit dan maar om op eigen houtje met Hitler te gaan praten. En uh, ja, die uh, sluiten uiteindelijk samen een zogenaamd niet-aanvalsverdrag. En hier zien we dat dat ondertekend wordt door de uh, ministers van Buitenlandse Zaken. Uh, Molotov van de Sovjet-Unie. En Ribbentrop van Duitsland, onder toezicht het oog, oog van Stalin ook, hè, die daar rechts ook nog staat. En ja, wat staat er dan daar op dat papier? Nou, ja, dat Duitsland en de Sovjet-Unie elkaar niet aan zullen vallen in het geval er ooit een oorlog uit zou breken. En daarnaast, en dat staat niet op dat papier, maar op een ander papiertje, is er in het geheim ook nog eh, besloten dat eh, Duitsland en de Sovjet-Unie, als er dan ooit een oorlog uitbreekt, Polen samen zullen verdelen. Hè? Dat land ligt ingeklemd tussen Duitsland en de Sovjet-Unie. Ja, en door dat niet-aanvalsverdrag voorkomt Hitler, als er ooit oorlog uitbreekt, dat Duitsland in een twee-fronten-oorlog komt te zitten. Hè? Dat ze aan twee kanten moeten vechten in het westen tegen de Britten en de Fransen en in het oosten tegen de Sovjet-Unie, want daar hebben ze nu dus dat niet-aanvalsverdrag mee gesloten. En je ziet dus dat Hitler steeds een stapje verder gaat. En dat die appeasement-politiek uh, ja, daarin hem dus niet tegenhoudt. En uiteindelijk moet dat dus wel misgaan. Maar dat zullen we in volgende video's ook weer gaan zien.